schoon genoeg. Dat hebben veel treinschoonmakers van hun arbeidsomstandigheden. Gisteren was ik samen met andere SP'ers op het Centraal Station van Groningen. Daar voerden treinschoonmakers met FNV-bondgenoten actie voor betere werkomstandigheden. En daar zijn ze echt wel aan toe. De beloning is laag. Sommigen hebben helemaal geen kantine of een fatsoenlijke plek om in hun pauze naartoe te gaan. Geen reiskostenvergoeding. En het is zelfs voorgekomen dat treinschoonmakers in de winter toen het vroor niet naar de wc konden. Nou, dat kan natuurlijk niet. Treinschoonmakers doen hartstikke belangrijk werk. De reizigers klagen steen en been wanneer de treinen niet schoon genoeg zijn. En daar hoort een fatsoenlijke beloning bij. Nou, zou je je kunnen afvragen, is er dan geen geld in die schoonmaakbranche? Nou, dat valt geloof ik wel mee. De Nederlandse topfuncties in de schoonmaakwereld, die worden vergeleken met andere Europese landen het best betaald. De afgelopen jaren zijn de winsten gestegen tot 10%. Nu ligt het weer wat lager, 3-8%. Maar het geld, dat komt overduidelijk niet terecht bij de mensen die het werk doen. Wij van de SP, wij steunen de schoonmakers en de FNV voor goede arbeidsomstandigheden, want daar hebben ook treinschoonmakers recht op. Die schoonmaakdiensten, die worden doorgaans gecontracteerd via het systeem van Europese aanbestedingen. De marktwerking ten top, zou je kunnen zeggen. En wat gebeurt er nou vaak? De opdrachtgevers krijgen een lage prijs, een scherpe prijs, en dan wordt het uiteindelijk weer bezuinigd onderaan in de organisatie, met alle gevolgen van dien. Wij hopen en we wensen ze heel veel succes dat die schoonmakers gauw succes krijgen en betere arbeidsomstandigheden, want daar hebben zij, net als ieder ander, recht op. Tot zover voor vandaag. Tot morgen.